Oké, het gaat nu dan toch echt gebeuren. We gaan die gouden chocoladeletter zoeken en natuurlijk ook al die andere. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Yeah! Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Yeah.
Ik heb niks bij me, sorry. Hallo. Gaan zitten. Hoe was de reis naar Nederland? Ja, vrij goed hoor. Ja? We waren even de weg kwijt, hè? Ja. Het is altijd weer lastig. Ja. Ja, met zo'n stoomboot gaat niet makkelijk. En de staf natuurlijk, hè? Was die ook kwijt? Ja, maar ik kwam hem terug. Waar was de staf dan? Ja, dat heeft u niet gezien zeker, hè? Nee. In de Klaasjournaal. Nee. Ja, die was ergens boven in Groningen. Daar helemaal? Ja, maar ik heb hem weer terug. Ja, dat moet ook blijven. Wel, hoor. Die hoort er gewoon bij. Ja. Kunt u een beetje lekker zitten hier? Heerlijk in het zonnetje. Nou, het is hartstikke druk. Er zijn heel veel kinderen hier naartoe gekomen. Maar ja, het enige wat u natuurlijk weet, en mij niet, is of ze een beetje braaf zijn geweest. Ja, die kinderen zijn hier altijd braaf. Natuurlijk, ze hebben wel eens een grapje. Maar dat had ik vroeger ook. Ja? Ja, maar bent u wel braaf geweest dit jaar? Ja, dat weet u. Nou, soms even niet, hè? Nee, ja, oké. Okay, gaan we doen, jongens. Dan gaan we 3, 2, 1. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Een pop met vlechtjes in het haar. In een net, een letter van banket. Oh, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Nou, heel goed gedaan hoor. Maar de tekst was je zo nu en dan hier en daar wel even kwijt, hè? Het is alweer een tijdje geleden sinds ik laatst mijn schoen heb gezet. Ja, en je bent ook een beetje nerveus, merk ik. Ja. Heel erg. Ja, toch wel, hè? Maar geweldig, wat een kind. Wat zien jullie er ook prachtig uit. Mooi, hè? Ja, geweldig. En vinden jullie het ook hier leuk? Ja! Ja, ja. En zijn het ook leuke attracties hier? Ja! Ja, ik heb vanmorgen ook al in de achtbaan gezeten. Ik vond het heel spannend, mevrouw Celine. Ja, en ik hoop straks nog ook in andere attracties te kunnen. Ja, gaan jullie dat ook doen, jongens en meisjes? Ja, en hebben jullie nog een vraag of zo aan mij? Want ik denk dat, ja, misschien hebben ze nog wel vragen. Ik ben hier nu, hè? Ga ik daar even naartoe met de microfoon voor jullie? Hoeft u niet helemaal zo ver te lopen? Ja, daar zie ik een vraag. Volgens mij weet ik al wat dat gaat zijn. Wat ga jij vragen? Ik krijg hele tijd pepernoot in mijn zak. En nu dan? Aan misschien de mensen aan de kant. Nee. Wat wil je dan? Die vraag die krijg ik zo vaak. En daar kan ik alleen op antwoorden dat dat mijn geheim is. Dat is mijn geheim. Maar ik ben... Dat klopt helemaal. Wij zijn één van kwijt. Eén van de pieten. Maar zo ben je terug. Hier is nog een vraag.
hard to look right. It's your baby. Thank you.
Zomaar 50 jaar geschiedenis van Slagharen beleefd. Maar ook is er veel veranderd, hè? Wat een mooie nieuwe attracties. En van die leuke shows. Bij het circus en met de cowboys. Wat is Slagharen leuk, hè? Oh, Rudy, pas op! Daar is de tovenaar weer! Inderdaad, Slagharen is fantastisch geworden.
nog een extra verrassing voor je. Kijk met dat ding erin door, die gaat in de auto.
en heren, jongens en meisjes. We willen afscheid van u nemen en hopen dat u een leuke dag en avond in vakantie en attractiepark Slagharen hebt beleefd. We hopen snel weer te zien. Dan is er nu nog gelegenheid om met onze internationale vriendschap te komen. Dan moet jij maar...